Dit is Liam. Liam wordt 5 jaar en gaat volgend schooljaar naar de 3e kleuterklas. Net zoals zijn klasgenootjes zal hij een taalscreening moeten afleggen. Met die screening wil de Vlaamse regering voorkomen dat kinderen in het eerste leerjaar starten met een taalachterstand. De taalscreening of taaltest is een instrument om de taalvaardigheid van 5-jarige kleuters te meten. Onderzoekers baseren zich daarvoor op een bestaande test voor het eerste leerjaar, de SALTO-test. De opdrachten van de SALTO-test worden aangepast aan het niveau en de leefwereld van 5-jarigen. Het resultaat is de taalscreening voor de 3e kleuterklas. De taalscreening moet de taalachterstand bij kleuters op tijd opsporen. Zo kan de juf of meester een kind met taalachterstand aandachtiger observeren en nog meer inzetten op taal in de klas. De kleuter zal doorheen het schooljaar ook een apart taalbad doorlopen voor extra taalstimulering. In het najaar van 2020 probeerden 2000 kleuters uit 80 Vlaamse basisscholen een proefversie van de taalscreening uit. De onderzoekers gaan daarmee aan de slag en maken in het voorjaar van 2021 de finale taalscreening bekend. Aan de start van volgend schooljaar zullen de juffen en meesters de taalscreening in de klas kunnen gebruiken. Aan het einde van de 3e kleuterklas beslist de schoolraad op basis van de taalscreening of Liam mag overstappen naar het eerste leerjaar. Bij een negatief advies kunnen de ouders van Liam ervoor kiezen om hem toch naar het eerste leerjaar te sturen. In dat geval moet hij verplicht een taaltraject of taalbad volgen om te blijven oefenen op het Nederlands.